Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer een heleboel nieuwe make-up testen. Jullie hebben in mijn laatste twee pakketjes unboxing video's gezien dat ik een heleboel nieuwe pakketjes heb ontvangen en heb besteld. Dus ik heb weer een heleboel nieuwe make-up. Het is dus PR make-up die ik gewoon heb gekregen, maar sommige make-up heb ik zelf gewoon gekocht. En ik ben heel benieuwd, want het is echt weer een heleboel van een heleboel leuke merken. Ik heb van Beauty Bay, ik heb van de Primark, Morphe, Essence, Catrice, Make-up Forever, Elf, echt gewoon van alles. Ook een heleboel betaalbaar make-up. Dus dat is altijd extra leuk. En ik ga al die make-up vandaag aanbrengen. En dan gaan we met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Het is een eerste indruk video. Dus alle make-up is helemaal nieuw voor mij. Dus ja, ik ben heel benieuwd of we wat producten gaan vinden die echt geweldig gaan zijn. Tenminste, dat is wel wat ik hoop. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Het enige wat ik al heb gedaan is dagcreme en mijn wenkies. En that's it. Ik ga vandaag beginnen met de ogen, want het wordt vandaag een heftige ooglook, want ik heb een nieuw paletje van Beauty Bay. Dit paletje hebben jullie gezien in mijn Beauty Bay Mystery Boxen unboxing. En dit is dus een paletje in samenwerking met Jade. En een heleboel mensen onder die video hebben mij gezegd dat een Beauty Bay huismerk make-up echt wel goede make-up is, vooral voor de wat lagere prijzen. En ik moet zeggen dat ik het al wel weet, want ik heb ook oogschaduwpaletjes van hun gehad, die ik echt geweldig vond. Voor de rest heb ik nooit iets gebruikt van hun make-up collectie, dus ik heb ook hier hun blush, bronzer, highlighter, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar qua oogschaduwen ben ik er inderdaad van op de hoogte dat ze echt goed zijn. Dit is het Beauty Bay X Jade Turwild 42 Color Palette. Het paletje is echt heel mooi. Echt cosmic vibes en heel glittery. I love it. En dit is dan de inhoud. Een hele, hele grote spiegel en 42 prachtige felle kleurtjes. En we hebben matte en glanzende kleuren. En het is vegan en cruelty free. Jongens, toen ik dit paletje zag voor het eerst, ik dacht echt wauw. Ten eerste is hij echt huge. Hij is echt super groot. De spiegel is ook echt heel duidelijk. I love it. En de kleuren zien er heel mooi uit. Zoals je ziet, het zijn wel wat meer heftige fellere kleurtjes. Maar hieronder heb je ook wel wat neutrale kleuren. Het is ongeveer de helft hier zo is fel. En de helft hier is iets meer neutraal. Maar het is wel heel mooi. Die glanzende kleuren zien er ook echt heel mooi uit. En ik dacht, ik ga hiermee echt een heftige look maken. Want ja, als je dit paletje ziet, is dat het eerste waar ik aan denk in ieder geval. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het me niet teleur gaat stellen. Zoals ik al zei, ik ben op de hoogte dat hun oogschaduwformules altijd wel goed zijn. Dus ja, ik verwacht niks anders. Omdat ik vandaag heel veel make-up test, ga ik dit een stukje doorspoelen. Maar ik ga natuurlijk daarna wel vertellen wat ik ervan vond. Jongens, kijk even deze look. Hoe fantastisch. Ik heb niks slechts aan te merken op dit paletje. De glanzende kleuren zijn super, super heftig, maar ze zijn wel korrelig. Dus als je met de glanzende kleuren in zou gaan, ik zou eerst beginnen met je ogen en dan pas je gezicht, want je krijgt een beetje fallout. Maar voor de rest echt amazing. Ook hoe die zwarte kleur zo geweldig uitblenden, is echt wauw. Dat gebeurt ook niet heel vaak. Ik heb zo vaak zwarte oogschaduwen gebruikt dat ik echt aan het struggelen ben. Dit is echt heel erg mooi. Zo'n ooglook maken is niet makkelijk. Dus dat dit paletje het zo makkelijk heeft gemaakt, is echt amazing. Voor een 25 euro paletje met 42 kleuren is dit echt fantastisch. Dan ga ik verder met eyeliner. Ik heb een nieuwe eyeliner. Van Essence heb ik hier de 24 Ever Ink Liner in de kleur Intense Black. Dit is dus gewoon een zwarte eyeliner pen van Essence. Deze is volgens mij niet nieuw. Ik had die gewoon gevonden in de kruidvat en ik dacht ik ga hem proberen. Misschien heb ik hem al ooit gehad. I don't know. Even kijken hoe zwart die is. Oeh, hij is super zwart. Oké, ik wil niet gaan voor een hele wing. Want zoals je kunt zien heb ik al dit zwarte gedaan met oogschaduw. Maar ik wil gewoon een lijntje zo creëren op mijn wimperrand.
Oké, de formule is echt fijn. Deze formule is echt heel fijn. Alleen ik vind de pen niet zo fijn. Want dit stukje is te kort en dit eromheen is te breed. Dus je raakt bijna je oog aan met dit brede stuk. En dat is niet zo fijn. Van Morphe heb ik een nieuwe mascara. Dit is de Morphe 2 Wink & Wo Nourishing Mascara. En dit is de verpakking. Gewoon een simpele wit met zwarte verpakking. Dit is dus van de Morphe 2 collectie. De Morphe 2 lijn. En de Morphe 2 lijn is hun meer iets meer naturel lijn, zeg maar. Ik ben heel benieuwd naar deze mascara. Hun producten vind ik ook heel vaak fijn. Maar wel echt meer voor een naturel look. Dit is dan hoe de borstel eruit ziet. Ziet er oké uit. Oké, dit is echt de slechtste mascara ever. Ik weet dat ik hele korte slechte wimpers heb, maar dat ik ze nu echt helemaal niet zie, dat gebeurt echt nooit. En hij is een beetje zwaar. Ik heb het gevoel dat hij een beetje zwaar is voor mijn wimpers, waardoor ze juist vallen in plaats van omhoog staan. Dus deze vind ik echt niks. Van Babydoll Cosmetics heb ik ook deze wimpers ontvangen. Babydoll Cosmetics wordt verkocht bij de Primark en ik vind hun wimpers altijd geweldig. Die in een roze verpakking zijn altijd heel fijn en dit zijn hun nieuwste. Dus deze wil ik gaan aanbrengen. Dit is in de stijl 658. Ik ben heel benieuwd. Ze lijken heftig, dus ik ben heel benieuwd of ze mooi gaan zijn. Daar ben ik weer. Wimpertjes zitten erop. Ik vind ze mooi. Alleen ze hangen een beetje naar beneden. En hoe ver ik ze ook naar binnen doe, het is gewoon de stijl. De stijl is gewoon dat hij een beetje zo naar buiten een beetje zo langer wordt en gaat hangen. En dat vind ik wel wat minder mooi. Maar al met al is het wel gewoon oké. Ik ga beginnen aan de gezichtsmake-up. Ik heb een overhypte primer. En dat is deze. Dit is de Elf Cosmetics Power Grip Primer. Dit moet dus een betaalbare dupe zijn van de geweldige Milk Hydro Grip Primer. Deze is super duur en ook alleen maar te halen bij Sephora. Dus hier niet eens te koop bij ons. Ik vind hem geweldig. Als je een goede primer zoekt die ervoor zorgt dat je make-up de hele dag goed blijft zitten, is dit jouw beste vriend. Maar nou is er dus een dupe en deze schijnt ook gewoon echt even goed te zijn. En hij is slechts 11 euro. Of nou is hij zelfs 8 euro. Er is sale. Maar normaal is hij 11 euro. Dus ik ben heel benieuwd of hij echt net zo goed gaat aanvoelen of niet. Deze is echt heel plakkerig. Ik zag laatst iemand die van Milk niet fijn vond. Ik dacht echt, what the fuck. Die is echt geweldig. Ik heb allemaal deze 11 producten ontvangen in een PR-pakket. En er zat allemaal van die kleine plakkerige confetti in die verpakking. En nou is dat echt overal. Zo annoying. Nou, ik zit nou echt helemaal onder confetti. Oké, jongens. Laten we hem gaan proberen. Ik ben benieuwd. Oeh, kijk dit. Ik ga stuk. Het ruikt echt naar helemaal niks. Ja, het is echt super plakkerig. Het lijkt inderdaad echt op die van Milk. Ik ben al allemaal confetti op mijn gezicht aan het smeren. Kijk hoe plakkerig. Ik ga stuk. Hij lijkt echt heel veel op die van Milk. En ook in hoe snel die opdroogt. Die van Milk droogt ook heel snel op. Kijk dit. Super plakkerig. Oké, ik ben heel benieuwd hoe mijn make-up erop gaat aanbrengen. Ik ga gewoon mijn normale gezichtsmake-up producten gebruiken. Want dan kan ik goed zien wat ik van de primer vind. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb foundation en concealer aangebracht. Nog geen poeder of niks. Letterlijk alleen maar foundation en concealer. En ik merk wel dat het bijna te plakkerig is. Mijn make-up wilde niet heel goed uitblenden, zeg maar, op mijn gezicht. En dat is met die van Milk niet. Dus ik snap dat het heel plakkerig is en daarom erop lijkt. Maar het is absoluut niet zo goed als die van Milk. Die van Milk is plakkerig, maar je kunt alles toch alsnog nog wel goed blenden. Terwijl hiermee had ik er een klein beetje moeite mee. En mijn gezicht voelt iets dikker aan ofzo. Ik weet niet. Dus ik weet niet. Voor nu ben ik er niet heel blij mee. Maar we gaan gewoon verder. Ik heb hier een product van Dr. Papa. Dit is de Dr. Papa Tinted Peach Pink Soothing Balm. Dit is een lippenbalm, maar ook een blush balm. Je kunt het als lip en blush gebruiken, want het heeft een getinte kleur. De kleur is peach pink, dus een peachy roze kleur. Ik gebruik de Papa Lip Balm een andere elke nacht voordat ik ga slapen op mijn lippen. Maar die heeft geen kleur. Die is ook echt super fijn. Dus ik weet niet of die fijn gaat zijn als blush. Maar ik ga het gewoon proberen. Want ja, als ik kijk naar die ik al heb, die zou ik niet fijn vinden als blush. Er zit papaya in, vandaar de naam Papa, olijfolie en aloe vera. Dus dat is top. Het is gewoon zo'n multifunctional balm die je echt gewoon voor van alles kunt gebruiken. Maar omdat deze dus een kleurtje heeft, zou ik hem niet in je haar doen ofzo. Oké, laten we kijken jongens. Ik ben vooral benieuwd of je als blush te gebruiken is, als cream blush. Ik breng een beetje aan op mijn hand. Oeh, hij is super dik. Ik ga stuk. Hij is echt heel dik. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien op beeld, maar hij is echt, echt heel dik. Oké. Ik breng een beetje hier aan. Ik weet niet hoeveel ik moet aanbrengen, maar whatever. Een beetje op mijn lippen. En dan gewoon zo een beetje uitblenden. Oké, het blendt echt helemaal weg en het haalt de make-up eronder ervan af. Dus ik had het al wel verwacht. Ik had al wel verwacht dat hij niet goed zou gaan zijn als blush. Hij is ook echt veel te dik om als blush te gebruiken. Ik ga gewoon even iets meer aanbrengen. Kijken of dat werkt. Nee, het blendt letterlijk helemaal weg. Oh, hij is ook super plakkerig. Nee, op de lippen is hij echt heerlijk. Dat wel.
Ik hou ervan op de lippen, maar niet als blush. Ik heb heel even snel mijn gezicht afgemaakt, wat poeder en neuscontour en that's it. Mijn gezicht voelt vreselijk uit. Het ziet er wel oké uit, maar het voelt zo plakkerig aan. Zowel die primer als die blush, allebei echt... Oh, mijn gezicht voelt echt gewoon helemaal strak aan. Helemaal. Ik vind die primer echt helemaal niks. Ik weet niet waarom iedereen hem fijn vindt. Oké, ik ga verder met 3 Beauty Bay producten achter elkaar. En ik ga beginnen met de bronzer. Dit is de By Beauty Bay Powder Bronzer. En ik heb hem in de kleur Beach. Deze bronzer heb ik dus ook ontvangen in de Mystery Box. Alle Beauty Bay producten die ik vandaag gebruik heb ik van die Mystery Boxes. En de kleur ziet er op zich goed uit. Ze hebben dus gewoon een random kleur gestuurd, Beach. Maar hij ziet er oké uit, dus laten we het proberen. Hij is ook zo'n mooie mat. Ze hebben echt veel kleuren. Wow, yo. Ze hebben echt heel veel bronzerkleuren. Hele mooie bronzer. Ik zie ook wel weer dat hij echt een beetje vastplakt aan mijn gezicht. Door al dat plakkerige gedoe gewoon. Maar het is wel echt heel mooi. De kleur is prachtig. Als je mijn huiskleur hebt, is de kleur Beach geweldig fel. Oké, ik ben blij dat we weer een goed product hebben gevonden. Dan ga ik verder met ook een blush. Ik heb hier de By Beauty Bay Powder Blusher. En ik heb hem in de mooie matte kleur Peachy. Ook dit is weer een hele mooie kleur. I love it. Echt een kleur voor mij. Ik had dus beide mystery boxen. De blushkleur in de andere box was meer oranje en donker. Die zou niet hebben gematcht met mijn huiskleur. Maar ik denk deze wel. Dus ik ben benieuwd. Kijk hoe mooi... Wow, deze is echt heel mooi. Oh my god, ik ben echt in shock. Wow, yo. Deze is echt heel mooi. Dit kan gewoon echt mijn fave blush worden. Hij is ook heel mooi mat. Ik ben in shock. Dit is echt heel mooi. Prachtig. Echt het beste product gewoon tot nu toe. En dan heb ik ook nog een highlighter. Dit is de By Beauty Bay Powder Highlighter in de kleur Trophy. Ook weer diezelfde verpakking. Ik moet zeggen, ik vind hun verpakkingen niet zo. Ze voelen wel echt heel cheap aan. Maar ja, het is ook allemaal niet heel duur. Deze kleur is heel mooi goud, maar hij lijkt een beetje donker voor mij. Maar misschien ook niet. We gaan het gewoon proberen. Jawel, hij is een tikkietje te donker voor mij. Maar wel heel mooi. Hij is wel poederig. Kijk hierin. Dat wel. Maar hij is wel heel mooi. Als dit gewoon mijn kleur zou zijn geweest, dan was het wel echt heel mooi geweest. Hij is lekker heftig. Ja, kijk, zie je hoe mooi die wel is? Maar ja, helaas niet mijn kleur. Dan gaan we verder met de lippen. Ik heb een aantal lipproducten en ik ga beginnen met deze van Catrice. Dit is de Catrice Cosmetics Lip Jam Hydrating Lip Gloss in de kleur 010 You Are One in a Melon. Het heet dus One in a Melon, oftewel watermeloen. En hier staat ook een afbeelding op van een watermeloen, dus ik ben benieuwd... Oeh, het ruikt heerlijk. Echt naar watermeloen. Wat voor kleur is het? Ik denk doorzichtig. Ja, het is gewoon een beetje doorzichtig met echt een hint van roze erdoorheen. Hij is ook heel dik. Hij is dikker dan dat ik had verwacht. Oh jongens, hij ruikt echt heerlijk naar zoete watermeloen. Nee, naar aardbei. Hij ruikt naar aardbei. Hij ruikt niet naar watermeloen. Het is aardbei. Wow, ik had hem niet zo dik verwacht. Hij is echt heel dik, zeg maar. Het is echt een balm. Geen lipgloss of zoiets. Deze zou ik ook echt meenemen in mijn tas. Gewoon als ik gewoon mijn lippen een beetje wil bijwerken. Of een naturel dag. Of als ik geen make-up op heb. Heel fijn product. Het voelt echt heel fijn aan en ruikt heerlijk. En dan heb ik hier een lipcombo van Make-up Studio en Elf. Van Make-up Studio heb ik hun Durable Lip Contour Lippotlood in de kleur Matte Matte Mauve. En van Elf Cosmetics heb ik de Glossy Lipstain in de kleur Basic Beige. Ik ben dus heel benieuwd naar allebei. Van deze weet ik al wel, want ik heb vaker lippotloodjes van hun gehad. En die zijn altijd wel fijn. Maar dit is een nieuw product van Elf. Dus ik ben heel benieuwd om het te gaan gebruiken. En ik dacht dat dit wel een mooie combo zou zijn. Kijk hoe schattig deze lipgloss is van Elf. Hij is super klein. Ik ga stuk. Het is een beetje een roze kleur. En dit is het lippotloodje. Deze is iets meer paarsig. En deze is iets meer roze rood. Maar we gaan ze alsnog gewoon combineren. Oké, een beetje laten opdrogen. Dit is dus een lipstain. Dus een soort van kleurafdruk. Ik zie nou heel vaak lipstains. Volgens mij is dat nou weer iets wat echt helemaal een hype gaat worden. Ik hou altijd wel van lipstains, want die geven niet af en blijven de hele dag goed zitten. Wel heel mooi. Ik zal hem niet meer combineren met dit lippotloodje. Oh. Maar hij is wel echt heel mooi. En deze is ook echt heel fijn. Hij sluipt ook echt geweldig aan. Make-up Studio heeft echt hele fijne lippotloodjes. Alleen meestal droogt een lipstain echt helemaal op. En deze blijft een beetje glossy, maar het was volgens mij ook een glossy lipstain. Last but not least, Make-up Forever. Dit is de Make-up Forever Mist & Fix 2 Long Lasting Hydrating Make-up Setting Spray. Dit is dus een setting spray die ervoor zou moeten zorgen dat je make-up zeker 12 uur lang blijft zitten. Dat is ook wat erop staat, dus laten we het proberen. Ik hoop dat hij goed hydrateert. Tikkietje agressieve spray, maar het is nog wel net oké. Hij hydrateert ook zeker en hij ruikt heerlijk.
Het is echt een beetje een waterig spray. Dat vind ik altijd wel fijn. Ja, er staat ook op moisturizing. En dat doet hij ook echt. Oké, dan is het nu tijd voor kleding. Want we gaan vandaag niet alleen maar nieuwe make-up testen, maar ook nieuwe kleding. Want ik heb weer een pakketje ontvangen van Chiquelle. Jullie weten, ik hou van Chiquelle. Chiquelle is een hele fijne kledingwebshop met echt de beste kwaliteit ever. Het is beter dan Zara, beter dan H&M. En qua stof en kwaliteit is het echt top-notch. Het kost ook wel wat, maar ik heb ook een kortingscode voor jullie. En dan hebben jullie een beetje korting. En ik heb weer een aantal kledingstukken ontvangen die we vandaag eventjes gaan bekijken en aandoen. Ik heb er 4. Dus laten we kijken. I can't wait. Ik begin met iets felroods. En dat is deze top. Kijk hoe cute. Vooral zo voor in de zomer en zo. Hij is echt super rood. Hij is echt heel felrood. Het is in maat M. Normaal heb ik van topjes maat S. Maar ik dacht, ik pak nou maat M. Want ik heb cup E. Dus het moet hier wel allemaal inpassen. Het is echt een heel klein lapje stof. Ik had iets meer stof verwacht. Ik ben heel benieuwd of dit gaat staan. En of ik het toch nog iets te bloot ga vinden. Maar we will see. Het is in ieder geval heel cute voor de zomer. En de kleur is echt nog feller dan dat ik had verwacht. Nou, dit is dan deze rode top. Heel leuk. Ik had maat S kunnen doen, want hij is hier een beetje groot. Maar het is oké. I love it. Hij bedekt ook wel gewoon redelijk wat. Het is niet helemaal zo dun, zeg maar. En dit is hoe hij er van achteren uitziet. Gewoon zo helemaal open. I like it. Ik vind hem wel leuk. Ondanks dat hij een beetje groot is hier, is hij gewoon wel leuk. Zo heel cute. Dan gaan we voor iets nudes. Jullie weten, ik hou van nudes. En dat is een simpel shirt. Gewoon een simpel oversized shirt. Ook altijd heel handig om te hebben. Deze heb ik in maat S. En hij voelt super goed aan. Lekker dik. Goede kwaliteit. Hij is lekker stretchy. En de kleur is ook een echte nude. Niet zo'n roze nude of een oranje nude. Maar echt gewoon een neutrale nude kleur. En ik vind het gewoon altijd heel handig om dit soort shirts te hebben. Gewoon op makkelijke dagen. Ook gewoon voor in huis als lounge. Ook heel fijn. Nou, dit is dan het shirt. Ja, gewoon heel simpel. Gewoon een nude shirt. Ik ben wel echt impressed met de kwaliteit. Hij valt zeg maar zo half op de kont. Als je hem meer over size wilt hebben, dan pak je gewoon een grotere maat. Maar ik vind hem echt heel leuk. En hij is echt van hele goede kwaliteit. Vind ik altijd wel belangrijk bij een shirt. Dus ja, heel cute. I like it. Dan heb ik hier iets waar ik ook een beetje een risico mee heb genomen. Want ik weet niet of het gaat passen met vooral mijn cupmaat. Maar dat is dit topje. Het is een corset top. Hij is ook echt hard. Je voelt ook hier ook echt zo van die harde stalen dingen. Hoe ik het ook moet beschrijven, I don't know. Hij is wel heel klein. Welke maat heb ik gepakt? Ik heb maat M gepakt. Dus jongens, hij valt klein. Want als dit maat M is, weet ik niet hoe klein maat S gaat zijn. Maar hij lijkt echt heel cute met een zwarte hoge jeans of een zwarte leren broek. Echt super, super cute. Maar hij lijkt wel echt heel klein. Dus ik hoop dat hij gaat passen. Nou mensen, dit is dan de corset top. Ik vind hem wel echt heel cute. Hij is heel cute. Hier gaat hij ook dicht met de rits. Dus dit hangt hier een beetje. Dat vind ik wel een beetje lelijk, maar oké. Maar voor de rest is hij prima. Ik heb hem ook gewoon zonder BH aan. En dat gaat echt gewoon helemaal prima. So I like it. Hij is ook echt hard. En hij heeft echt goede houvast. Dus dat vind ik top. En ik vind dit ook heel mooi. Dat deze bandjes zo dun zijn. So yeah, I like it. Leuk corset topje. En last but not least. Iets wat echt totaal in mijn comfortzone is. En dat is deze zwarte jurk. Gewoon super simpel. Wacht, dit is de voorkant. Deze bandjes zijn heel dun. Dat vind ik altijd heel mooi. Dat vind ik me altijd slanker laten lijken ofzo. Ik weet niet. Hij is wel heel kort. Korter dan dat ik dacht. Ik weet niet of dit lang genoeg gaat zijn. Wat is dit? Welke maat heb ik weer gepakt? Hopelijk niet maat S. Ook maat M. Dus ik heb van godzijdank, ik weet nog dat ik aan het twijfelen was of ik maat S of M ging doen. Godzijdank heb ik maat M gedaan van alles. Want alles valt klein uit. Chiquelle is altijd alles wel een beetje klein. Dus als je twijfelt, pak de grotere maat. Hij is wel super stretchy. Dus ik ben bang dat hij te kort gaat zijn. Maar ja, aan de andere kant ben ik ook weer niet heel lang. Ik ben slechts 1,64 meter. Dus ik ben benieuwd. Maar de kwaliteit is wel echt heel goed. Hij is lekker dik. Oké, hij leek echt korter dan dat hij is. Op zich past hij gewoon goed, want hij is heel stretchy. Hij is super dik. Echt heel goed materiaal. I love it. Let wel op, ik ben 1,64 meter. Dus als je langer bent dan ik, dan is hij wel een beetje aan de korte kant. Maar al met al is hij wel leuk. Gewoon heel simpel zwart. Ook heel leuk voor onder iets als een soort van underdress, zeg maar. I like it. Heel cute. Ik heb hem gewoon aan met een strapless BH. En ik vind hem op zich gewoon wel echt leuk. Hij is gewoon lekker simpel. Heel leuk met hoge hakken in een felle kleuren, felle tas en allemaal gouden sieraden. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de uiteindelijke look? Lekker heftig. I love it. Dus al met al is het vandaag echt goed gegaan. Let me know wat jullie ervan vonden. En of je vaker van dit soort video's zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!